dacht ik wil gamen. Maar ik ben Chelsea nou aan het kijken. Ja, dat hele nieuws, dat maakt mij niet uit. Maar echt, wees nou, ik wil gamen. Ik moet dus van mijn juf kijken. Ja, dat maakt me niet uit. Papa, zou je me alsjeblieft willen helpen met mijn huiswerk? Nee, je ziet toch wat ik bezig ben en ik heb gezegd dat je later terug moet komen. Maar ik heb morgen de CITO. Ja, dat maakt me helemaal niet uit, maar nu ben ik bezig. Papa, ik wil echt dat ik het nou pap, alsjeblieft. Wat doe je? Ga ik weg. Ik begrijp het niet. Ga weg. Alsjeblieft, ik begrijp deze opgave niet. Kan je me alsjeblieft helpen? Dat maakt me niet uit. Maar ga naar je moeder of ga weg. Het is voor de CITO voor morgen. Wat boeit mij nou die CITO? Je verpest het toch altijd, net als alles wat je verpest. Oké, de joystick is gemaakt. Zoutje kan weer verder spelen. Oké, dankjewel. Hallo. Papa, zouden we toch eerst naar de bibliotheek gaan? Nee, dat gaat zo. Dat komt zo wel. Hallo. Ik wil een nieuwe controller en een nieuw spel graag. Oké, dit is je controller. Alsjeblieft. Ja. En dit is wel een leuke game. Pap, we zouden toch nog naar de bibliotheek gaan? Ja, dat doen we zo meteen. Maar weet je zeker dat we dan straks nog wel geld hebben? Ja, tuurlijk. Pap, ik heb de boeken echt nodig, hè? Ja, ik weet het. Kan ik voor u doen? Mag ik alsjeblieft het dagboek van Anne Frank kopen voor een werkstuk bij mij op school? Alsjeblieft. Dank u wel. €14,95. Pap, betaal jij even? Ja. Ja, €14,95 alsjeblieft. Ja, sorry, ik heb het niet. Maar papa, je had echt beloofd dat je het had. Ja, al mijn geld is opgegaan aan de games en de controller. Maar papa, ik heb het echt nodig. Voor morgen, voor mijn werkstuk. Pap, alsjeblieft. Charlotte's moeder heeft twee vriendinnen uitgenodigd. Maar willen jullie misschien wat drinken? Ja, lekker. Lekker, is goed. Oké. Okay. Als ze denkt dat niemand kijkt, doet de moeder snel wat sterke drank in haar eigen kopje thee. En ze neemt snel een grote slok. Mam, vergeet je niet straks mijn brood klaar te maken, want ik heb morgen CITO en mijn drinken. Nee. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Oké. S'morgens maakt de moeder het lunchpakket klaar voor haar dochter. Voor zichzelf schenkt ze wat sterke drank in een waterflesje, zodat niemand op haar werk doorheeft dat ze eigenlijk alcohol drinkt. Maar Charlotte neemt het verkeerde flesje mee. Nou jongens, vandaag hebben we CITO. Veel succes allemaal. Ik kom de boekjes uitdelen en dan kunnen jullie gaan beginnen. Dank u wel, meester. Charlotte heeft het moeilijk met de toets. Dit zijn precies de vragen die haar vader zou uitleggen. Charlotte, gaat het? Heb je gedronken, meisje?
Gaat het wel een beetje? Ik zou wel even een pilletje geven. Dit is een mevrouw van jeugdzorg en ze gaat jullie nog wat vertellen. Het gaat de laatste tijd niet zo heel erg goed met Charlotte. Ze is vandaag flauwgevallen. Wij denken dat het door drank is en de cijfers gaan opeens heel erg omlaag. Is er thuis iets aan de hand waardoor ze geen goede opvoeding krijgt? Ik ben gameverslaafd en ik drankverslaafd. Jullie moeten jullie leven verbeteren. En anders zouden we Charlotte in een pleeggezin moeten plaatsen. Dat beloven we. Charlotte mag de CITO overdoen, maar dit keer helpen haar ouders haar.